Het Humanities Career Event is een mooi moment om kennis te maken met het arbeidsleven. Studenten gaan verschillende workshops bezoeken vandaag. Die worden gegeven door alumni en mensen uit ons netwerk die op interessante plekken werken. Met een studie Frans bijvoorbeeld kun je heel veel verschillende kanten op. De keuzes zijn bijna eindeloos en we merken dat studenten soms een beetje hulp nodig hebben. Best lastig eigenlijk om echt tijdens je studie een beeld te hebben van wat het nou eigenlijk betekent als je werkt. Dat weet je helemaal niet zo goed. Heb je nog eigenlijk iets gedaan met je studie, American Studies? Doe je nog wel eens iets met kameretten? Ja, natuurlijk doe ik daar wat mee. Daar doe ik elke dag wat mee. Dat is namelijk mijn gereedschapskist waar ik al die dingen uittrek op het moment dat ik ze nodig heb. We zijn vanuit de universiteit heel erg gewend geraakt om doorvrocht te werk te gaan. En werken is ook heel vaak een kwestie van gewoon doen. Maar als je dan doet en je maakt die meters, dan na een tijdje ga je merken, hé, maar ik breng wel iets extra's mee. Want ik heb een hele kritische grondhouding en dat helpt mij wel. Dankjewel. We hebben heel veel nieuwe workshops, zoals Uitgeverij als Macht bijvoorbeeld, Museum Escher en Paleis. En tegelijkertijd bieden we ook weer de klassiekers aan die al jaren heel goed gaan, namelijk het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, die is altijd heel goed bezocht en de AIVD. Dus het is eigenlijk voor ieder wat wils. Het is niet alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam om echt tijdens je studententijd al ervaring op te doen. Dus zoek een bijbaan, ga een bestuursjaar doen, commissiewerk, ga op uitwisseling, buitenlandse reis. Dat zijn dingen die tijdens je studententijd vet leuk zijn, maar je dus ook heel erg helpen in je latere carrière en het vinden ook van een baan. Mensen vinden het eigenlijk altijd heel erg leuk om je te helpen en met je mee te denken, is mijn ervaring. Dus ga vooral al tijdens je studie of daarna mensen uitnodigen voor een kopje koffie. Om ze te vragen van, hoe kan ik op jouw plek komen of heb je tips voor me? En toen ik geen wetenschapper was, ik heb Nederlands gestudeerd, dacht ik wel, komt het wel goed? Vind ik wel een baan? Dus ik ben wel al tijdens mijn studie heel erg cursus gaan volgen bij het loopbaancentrum hier. Maar het kwam goed, ik heb stage gelopen en daar ben ik blijven hangen. Ik heb wel in mijn workshop gezien dat alles wat je in je studie doet, komt altijd wel op een manier samen dat je dan toch een baan vindt. PR, dat was meer mijn ding. Dat was heel interessant. Gewoon twee meisjes die hier ook gestudeerd hebben. Ik kon alle vragen stellen die je wilde. Ik was heel enthousiast. Ik moet een stage gaan kiezen zometeen en dit geeft wel echt een goede indruk. En de slotconclusie is ook wel fuck focus. Want je hebt een hele brede opleiding. En mensen gaan aan je vragen, wat ben je nou echt? Of wat wil je nu? Maar als je gekozen hebt voor deze studie omdat je houdt van die brede focus, probeer dan die brede oriëntatie juist vast te houden. Sla je vleugels uit, doe alles, waarom niet?